tonen jullie vandaag hoe je de perfecte gratin van pastinaak maakt en krokante scampi's inspiratie voor jullie feestgerechten. Hè? We gaan beginnen met de pastinaak gratin met een Thaise toets. En we gaan dat doen met een gele curry. We gaan die schillen. Als ze geschild zijn, dan moet je echt op je kerstlijstje zetten. Een mandoline. Je kunt daar alles zo super fijn mee snijden. Nu heb je iets nodig, want we gaan die mooi gaan uitsteken nadien. Dus je wilt eigenlijk een recht plat stuk. Ik heb hier zo recht op een bakje. We gaan die invetten en een boterpapier inleggen. Voilà, de grote mooie hou ik een beetje opzij. Ze moeten allemaal schoon in elkaar schuiven. We gaan voor de picture perfect, mensen. Voilà, als je daarop duwt, is dat overal even dik. En nu gaan we afwerken, trapsgewijs. Perfecto. Nu gaan we de mengeling maken dat we erover gaan gieten voordat we ze in de oven steken. En dat is een gele curry. Dat is hier kokosnootpoeder, gele curry en vissaus. Je hebt dat twee keer nodig. Voilà, dat is onze kokosroom. En dan gaan we gele curry, die gele currypasta, opbakken in olie. En wanneer merk je dat dat klaar is? Als dat echt zo in je neus komt en dat je... Woe! Oké. We mogen blussen met de kokosroom. Juist heel kort laten opkoken. En dat is klaar. Vissaus gaat erbij. Voilà, deze is de fantastische gele currymengeling die op de gratin gaat. Gele curry gratin on your way. Ik ga die nu een klein beetje aandrukken en ik ga daar een zilverpapier op leggen, want die gaat redelijk lang in de oven en ik wil niet dat die verbrandt, maar ik wil wel dat die schoon egaal is. De scampi's, die zijn onttooid. Die ga ik uitgieten. Een bordje met keukenrol. Dus allemaal openleggen, zodat we ze echt één voor één goed kunnen kruiden. Droogdeppen, doe maar. Ja, maar niet gans uw gewicht, hè. Belangrijk bij scampi's is dat het darmkanaaltje eruit is. En deze zijn al gepeld en het darmkanaaltje is eruit. Dus picobello. Jij gaat het zout doen, ik ga de chili. Dat is teamwork, hè. Jij mag al twee eitjes ondertussen daarin loskloppen. Heel goed gekopt eitje. Is de eetbare lijm om deze panko eraan te laten kleven aan die scampi's. Koriander heel fijn hakken en die gaat bij de panko. Wat gaan we nu doen? Scampi gaat in het eitje. Voilà, dat gaat in de panko. En dan koekoek, dan heb je een scampi vol met panko. Een kleine trick van de chefs. We willen zo van dat heel gekrulde fijne ajuintjes. Hoe krijg je dat? Heel simpel. Ijskoud water. En dan ga je buisjes snijden. Gaan doorsnijden, plat leggen en heel fijn gaan snijden. Sliertjes die gaan in het water en dan gaan die gaan krullen zoals deze. En de trick om fantastisch mooie rechte gratin te hebben, is dat je die eerst helemaal laat afkoelen en laat opstijven in de koelkast. Dan is dat eigenlijk een hard blokje dat je kan uitsteken in rondjes, rechthoekig, vierkant, in wat je maar wil. Voilà, die gaan in de oven en dan kunnen wij de scampi's bakken. En dan gaan die op keukenpapier. Gratin is mooi gebakken. Dan gaan we dresseren. Okay. Voilà, dat is toch een kei feestelijk bord met een Thaise toets. Het recept staat op delijze.be. En volgende keer maak ik een lekker stukje griet klaar met gegrilde groentjes en een zalige saus van Parmezaanse kaas. En hopelijk zijn jullie er dan ook weer. Inderdaad, tot de volgende keer.